Ik zou jou niet zo snel als dit zien laten. Nee? Maar waarom? Ik weet niet. Omdat ik een kaaskop ben. Yo, kom eraan man. Zie je zo. Yo, hoe is het man? Yo man. Alles goed? Alles goed? Lekker. Goed man. Heb je twee dingen meegenomen? Ja man, shirt gaat en... Gaat echt goed, weet je? Ja man, gaat lekker man. Gaat lekker man. Is dat je man? Ja man. Leuk, man. Leuk. gaat hard hè? Ja man, gaat super hard man. Toppen. Gaat lekker man. Leuk buurvrouwtje, je zegt tegen mij net je moet daar zijn. Ja man. Doei, tot zo. Je hebt geen vriendinnetje, hè? Nee man, geen vriendinnetje man. Oh. Gewoon rustig man. Dat hoor niet. Ik weet niet man, ik ben er niet echt mee bezig man. Nee, voetbal alleen? Man. Nee man. Wacht, ik moet alleen even tekenen, hè? Tuurlijk. Oh, maar deze ga ik wel houden. Die shirt van jou, Tiele. Moet ik hem strak houden? Ja man, dat zo? Wil je hem, ja? Kan je het zo doen? Oh nee, ja. Toppetje. Ook met die schoen, hè? De kicks ook, man. Oh, vet. Hey, hoe vind je het nieuwe shirt? Dik man. Hij is dik hè? Ja. Vind jij ook dik? Oh, ja, ik zit altijd te wachten op die nieuwe shirts van Ajax hè? Oh jongen, ik zei altijd tegen die Matriyama, Richard, ken je Matriyama, Richard? Ja, ja, ja. Ik ken hem al heel lang. Ik zeg, laat even weten dan, welke... Nee, mag niet, ik mag niks zeggen. Ja dan. Man. Top. Hey, maar dit die derde shirt wordt dik man, ja, ik mag er niet veel over zeggen, maar die wordt Jamaica, dik man. Hè? Ja man. Hey, maar jezus, is dit zo dun hè, nu? Ja, maar eerlijk gezegd, ik speel niet op deze. Ik speel op die Nemesis. Yeah. Maar deze heb ik ook gekregen, maar... Godsamme, ja. zo dat plastic, man. Ja, ik vind het eerlijk gezegd nu ook niet meer zo goed, man. Ja, die andere wel, maar deze... Ja, dit is, ja, wordt steeds dunner en dunner, man. Ja, man. Heb je geen koude voeten als het echt... Jawel, ja, man. Hè? Ja, man. Dan ga je nog voelen, hoor. Oh, shit. Zo. Verkeerd. Die man schrok. Ja. Hé, wie man? Hoe gaat dat maar over? Ja, die wil een rentje uit de lille staan, hè? Ja, ze kennen hem ook. Hé, maar heb je nog geen geld ontvangen van Ajax? Dat je hier nog woont? Oh, man, om te verhuizen. Nee man. Ik kan verhuizen natuurlijk, maar mijn moeder en wij zitten gewoon niet goed. En, Zo, ik kwam hier deze kant op rijden, ik kreeg een traan in de ogen. Ja, super, man. Nee, ik woon dichtbij. Je woont dicht bij mij, hè? Ik woon aan de Apeldoorn. Oh, dat 60 is kilometer. Niet ver, man. Nee, 53 kilometer. Dat is niet ver. Dus man. Ik woon daar, dus als je een keer niks te doen hebt. Ja. Gewoon even langskomen. Ja. Een beetje trainen, want je moet nu ook trainen, hè? Ja, klopt. Nee, ik heb nu vakantie. Ja, vakantie, maar je moet binnenkort voor jezelf. Ja, welke kant moet ik op? Rechts, ga maar recht. Hey, binnenkort moet je weer voor jezelf gaan trainen, hè? Ja, man, klopt. Oh, ik haatte dat vroeger, dan moest ik voor mezelf gaan lopen. Oh. Ja, deze tijd is belangrijk om jezelf fit te houden. Ja, ja, is echt, dus is echt belangrijk. Wat doe je dan voor... Natuurlijk deze... ik heb nu 3-4 weken vrij. Ja. Yeah. En of ik ga mee met Jong Oranje. Yeah. Krijg ik nog te horen. Pff, zou ik niet willen toch? Wat zei je? Zou je toch ook niet willen? Jawel, jawel. Oh, ja, ja. Het is voor mij eerste keer natuurlijk. Oh, oké. Okay. Dus het is afwachten en dan een weekje rust halen en dan voor jezelf gewoon volop je trainen. Ja, 1 weekje rust en dan weer gaan trainen. Wat ga je dan buiten rennen hier? Ja, je krijgt een programma van Ajax. Oh ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Heb je nog zo'n hartslagband? Oh ja, dan gaan ze meten of je wel gelopen hebt en zo. Ja, hoe snel en zulke dingen. Ja, daar houden we alles bij, hè? Ja, en dan nog ook voor mezelf gewoon meestal train ik samen met Najee. Najee? Najee Unufar. Oh, tuurlijk. Ja, ook, natuurlijk. Train ik samen met hem gewoon op het veldje. Mee. En dan samen wat elkaar bezig houden. Beetje trainen zo, beetje... Ja. Want hij woont toch in... Waar woont hij ook weer? Zaandam. Zaandam gewoon, Zaandam. Ik had hem ook in de auto. Klopt. Goeie gozer, man. Ja. Goeie voetbal. Ja. Ik had wel verwacht dat hij al eerder bij Ajax eerste zou. Ja, hij kreeg natuurlijk ook blessure volgens mij. Oh, ja. Dus dat is wel jammer. Knie. Ja. Hey, maar even kijken, wel echt dik. We hebben eigenlijk een beetje hetzelfde meegemaakt als... jij hebt hetzelfde meegemaakt als ik, ook met de trein en zo en thuis niet. Ik moest dat ook vanuit Arnhem naar, met de trein naar Amsterdam en jij ook. En nu heb je rijbewijs, hè? Ja, sinds
nu al een paar maanden en sinds ik jarig ben geweest, januari, mag ik zelf rijden. Dus lekker, echt lekker, man. Vrijheid, hè? Zo man, niet meer normaal, met die kuttreinen zo wachten, die kou en zo. Oh. En dan meestal moest je 9 uur op de club zijn en dan moest ik al rond 6 uur uit bed en zo. Dat was hem echt niet. Echt, ja? Ja, dat was hem niet. Er woont ook niemand hier in de buurt, hè? Van, nee. Ah, ik denk, nee. Die komen hier niet. Nee, ik was de enige die naar Amsterdam moest. Ja. Dus ja. Hey, maar toch wel echt. Ja, wel respect toch voor jouzelf. Ook dat je zoveel, zeg maar. Het doel wat je wilde halen, dat je er alles opzij voor hebt gezet, toch? Ja. Samen met je moeder, want je moeder heeft je opgevoed, toch? Ja, mijn moeder. Ja. Die ja. vader was. Die kwam later in beeld. Oh. Maar als ik kijk naar wie me echt heeft opgevoed, is wel mijn moeder. Ja, ja. Mooi man. Ja. Ja, ik ook. Ik was ook zo. Mijn vader was ook weg. Ja. Ook met mijn moeder, met mijn moedertje en zo. En ja. Ook geen geld thuis. Maar jullie ook toch geen geld? Niet veel geld? Ja, nu wel natuurlijk. Ja, maar, nu wel. In je jeugd toch? Het was wel lastig ja, voor ons. Ja. Maar gelukkig is dat wel veranderd. Dus mag ik wel trots op zijn. Ja, ja toch? Ja. Is dat mooi? Ja. Ja, ik vind het wel erg mooi. Ik vind een mooi verhaal. Van, dat je gewoon met je moeder werd opgegroeid. Ja. Heel veel mensen weten het niet dat je ja, gewoon in armoede hebt geleefd. En ja. dat je nu gewoon nu, je moeder ook iets ja. kan teruggeven, ja, toch? Klopt. Is toch geweldig? Mijn moeder gaf toen heel veel aan me. En nu is het mijn taak eigenlijk om alles terug te doen. Nu is jouw beurt ja. om... wat terug te doen, man. Ja. Qua financiën ja, ook en zo. Alles. Mooi, man. Ja, dat is echt. Is nice. Je bent nu 18, hè? Ja, man. 17 was je toen je debuut maakte, hè? Ja. Jezus Christus. Hoe was dat? Hoe was dat? De eerste keer. Nee, hoe ging dat toen je hoorde van. Oké, je moet morgen met de eerste mee? Het begon eigenlijk allemaal op die trainingskamp. Ja. Want ik verlengde natuurlijk mijn contract zonder dat ik eigenlijk. Daarheen? Nee, doe maar links, ja. Zonder dat eigenlijk dat ik. Van wedstrijd in betaald voetbal heb gespeeld, mm-hmm. had ik eigenlijk mijn contract verlengd. Dat is eigenlijk denk ik ook nog nooit gebeurd volgens mij. En dan eigenlijk was het niet eens zeker of ik mee zou gaan op trainingskamp met eerste. En toen mocht ik toch mee en toen heb ik eigenlijk die kans gegrepen die ik had. Ja. En sindsdien was ik er vaker bij, ook gelijk eerste competitiewedstrijd tegen Sparta was ik er ook bij. Ja, ja. Toen bleef ik gewoon mijn best doen en toen tegen Emma. Kwam eigenlijk mijn droom uit. Mooi, man. Ja, man. Hey, was dat dan in de winterstop dat je mee mocht? Of was het gewoon in de... Pre-season, begin. Ja, pre-season. Van, ja. Oh, toen mocht je... Ja. Volgens mij stond het nog... met nog een jongen of zo, toch? Was Nassi er ook bij toen? Wie? Nassi? Ja, Najee, Brian was erbij. Najee, ik zeg net Nassi. Waren erbij. Daarom zei ik ook net wie? Want ik zeg dat Nassi. Najee. Dat was ja. toen ging jij voor het eerst mee? Ja. En toen, was je zenuwachtig of zo? Dacht ik van shit, natuurlijk, er komt wel spanning bij kijken. Yeah, dat je de eerste keer met die grote jongens. Yeah. Maar ik werd ook op rechtsback gezet en yeah. linksback, waar ik nog nooit heb gestaan. Maar ik kon me snel goed aanpassen. Dus je hebt nooit rechtsback of linksback gespeeld? Nee, nog nooit. Dus, en bij het eerste bij Ajax moest je ineens rechtsback gaan spelen? Ja. Is toch apart? Ja, het is apart, maar ik denk dat de trainer wel een plan met me had. Ja. Dus het is eigenlijk wel heel goed uitgekomen eigenlijk. Ja, maar dus je komt het eerste, je hebt altijd die centrale verdediger gespeeld, of gecontroleerd op middenveld, ja. toch? Ja. En dan moet je in één keer, als rechtsback moet je even laten zien wat je kan, als 17-jarige jongen. Ja, dat is wel gaaf hoor. Ja, zeker gaaf. Natuurlijk als je die kansen daar krijgt, dan mag je sowieso niet klagen als jonge om in te vallen als rechtsback ofzo. Maar om dan nog veel minuten te maken, dat is wel echt lekker. Nou, wat dacht je dan? Gaat hij me rechtsback? Zet hij me rechtsback? Natuurlijk was het wel even wennen. Ja. Yeah. Vooral je komt in andere situaties, je komt ook meer in de 1 tegen 1 en zo, is wat lastiger. Maar ik kon me gelukkig wel heel snel aanpassen. Natuurlijk aanvallen kan je wat iets meer doen, want ik ben best wel aanvallen. Ja. Yeah. Dus dat vond ik best wel lekker, ja. Ja, man, mooi. Lekker. Je speelt nu echt... Want die Den Haag is echt een slimme trainer, hoor. Ja. Een beetje te kijken zo, maar... Je speelt eigenlijk heel diep en aan de binnenkant van de rechtsbuiten. Ja, eigenlijk speel ik gewoon op 10 eigenlijk. Ja. Aan de rechter. Iets aan de rechterzone daar, de 10. Ja. Zo hoog. Ja, de trainer wil dat ook gewoon. En aanvallend zijn wij een van de beste ploegen in Europa. Ja. Ja. Dus dat laten we ook gewoon zien hoe aanvallend sterk we zijn. En zo zie je maar hoeveel goals we maken. We maken altijd wel eigenlijk een goal. Ja. Dus, elke wedstrijd. Ja. Dat is niet normaal. Je hebt maar 3 gescoord nu in dit seizoen? Ja, 3 goals en volgens mij 2 assists. 3 assists, zoiets. Ja, volgens mij wel, ja. En die eerste goal, wat dacht je toen?
Dat voelde lekker, man. Ik was er al heel lang naar op zoek. Yeah. Volgens mij in de pre-sit had ik ook al gescoord. Mm. En dan in de competitie net niet, of gewoon net niet. En uiteindelijk tegen ADO zat hij er lekker in, man. En toen ging ik los, gewoon. Ja, toch mooi. Hey, maar hoe reageerde jouw moeder toen jij hoorde van dat je naar het eerste, met je het eerste mee mag? Want dat is voor je moeder, zij heeft alles opzij gezet dat jij je doel kan halen, ja, toch? Ja, sowieso. Mijn moeder, ze had geen woorden, huilen. Ah, mooi, man. Ja, dit is eigenlijk waar we het voor doen natuurlijk, we zijn er nog lang niet en we moeten gewoon doorgaan. Ja, hoe lang contract heb je nu nog? Tot 23. Wie is je zaak wanneer dan? Mo, van IMO, Mo Salem. Najee zit daar ook. Oké. Maar je hebt nu nog een contract van 2023, wanneer heb je die getekend? Een jaar vorig geleden? Jaar. Ja. Dus nu gaan ze binnenkort weer openbreken. Ja, ik hoop het, man. Ik denk het wel. Anders ga je weg. Ja, nee. Nee, maar anders word je weggekocht. Ja, misschien wel. Ja. Maar ik wil sowieso nog me echt verder ontwikkelen bij Ajax. Ja. Ajax is natuurlijk een topclub. En in de jeugd zijn heel goed met jeugdspelers natuurlijk. Ja. Dus ik wil me echt tot het uiterste ontwikkelen bij Ajax. En dan wil ik wel verder kijken. Ja, natuurlijk. Maar je bent 18 jaar. Ja, zeker. Misschien 4-5 jaar bij Ajax blijven. Ja, precies. Gewoon lekker genieten. Je hebt al hoogste Champions League gespeeld, toch? Je hebt, nee, Champions League, Europa League. Champions League wel op de bank, ja. Europa League gespeeld. Ja. Dus je bent al kampioen geworden, je hebt de beker gewonnen. Jezus, ben 18 jaar, man. Dat is niet normaal, ja. Echt, hè? Ja, ik krijg ook elke keer de vraag wanneer ik interview heb van... merk je het wel dat je pas 18 bent of zo? Ja. Maar het wordt af en toe nog wel vervelend, maar... Het is wel eigenlijk een feit wat ze vragen. Ja, tuurlijk. Dat is echt jong. Je bent 17 met het eerste en dan... Hey, maar je was wel geblesseerd. Je hebt een jaar niet gevoetbald ofzo. Klopt. Ja, misschien zelfs langer. Maar Achillespees in de... Hoe zeg je dat? In mijn amateurtijd. Ja. Bij Unicum toch? Ja, bij Unicum. VV Unicum. Kreeg ik een blessure en toen was het eigenlijk de tijd voor mij en voor mijn moeder misschien om zelfs te stoppen met voetbal. Want het lukte echt niet om te voetballen. Het deed echt veel pijn. Ja. Veel groeipijn. En, maar had je toch dat alleen op die plek of ook ergens anders? Nee, alleen om Achillespees. nee. Alleen om Achillespees. Ja. Maar mijn trainer hield me gelukkig daarbij, Peter van der Horst. Ja, van der Horst. Die heeft veel voor jou betekend, hè? Ja, heel veel. Die heeft ook gezegd van hij moet doorgaan, toch? Ja. Je wilde stoppen, hij heeft gezegd kom. Ja. Die ging naar mijn moeder toe. Ja. En hij zegt van hij moet echt doorgaan, want... Hij kan heel moeilijk. Oh shit, man, hij is geen A-klasse, man. Dit is wel een andere koek, ja. Ja, dit is dikke. Dit is wel een andere koek, ja. Hoeveel pk? 625. Zo. Ja, dat is niet normaal. Hey, waar is dat? Is Koegen, hè? Waar is dat? Is Polen. Oh. Hey, maar Polen. Maar Polski. Toen Ten Hag tegen Jochie praten, verstond jij hem wel toen? In het begin lastig, maar je bent er wel aan. Je bent er wel echt aan. Erik. Samen met Erik gespeeld, hè? Ja. Ik denk dat ze 18 was, hij was bijna al trainer, maar hij was middenvelder. Waar ook weer? Bij Twente. Mijn vader heeft daar ook gespeeld. Ja, je vader heeft ook gespeeld. Ja. Welk jaar was dat? Ik denk 1995 of zoiets. Als ik het goed zoiets. Maar ik ging ik ging 99 ging daarheen. Hij heeft ook met Erik Ten Hag gespeeld. Ja? Ja. Oh ja, ik heb gelezen dat jouw vader kwam hem een keer tegen op de toekomst, hè? Ja, klopt. Ja, klopt. Hè? Ja, klopt. Ja, had ik gelezen, ja. Toen zei hij, wat doe jij dan hier? Ja, mijn zoon speelt bij jou het elftal. Wie dan? Ja. Mooi. Dat is mooi. Toen speelde ik nog in de jeugd zelfs. Had ik net WK gespeeld. Maar je hebt EK gewonnen? Ja, EK gewonnen en WK gespeeld. Oké. Okay. Ja. En WK, hoe ver ben je gekomen? Tot de halve finale. Hey, ik heb daar water trouwens. Als je wilt. Is dat een... Nee. Raak lekker. Lekker. Wat doe je de hele dag thuis dan? Ik zeg je eerlijk, Lelystad is heel saai, man. Ja, maar nee, maar... Ik woon echt in het dorp. Het is één straat bij ons. Yeah. Ik woon echt op een boerderij, dus ik zie ook bijna niemand. Maar... Hoe ziet jouw dag eruit als je, zoals nu als je vakantie hebt? Uitslapen natuurlijk. Ja, uitslapen. Meestal af en toe speel ik FIFA, profclubs. Oh ja, ja. Speel ik dat, Warzone ook natuurlijk. Ja. Beetje die tijd doden. Of
voor de rest, als ik iets ga doen, is het naar Amsterdam gaan. Ja. Met teamgenoten. Beetje chillen. Ja. Nu kan je het terrasje pakken natuurlijk. Ja. Maar voor de rest, ja. Voor die dingen allemaal was het wel een saaie dag, ja. Ja, hè? Ja. Nou, nu denk je, je hebt geen verplichtingen nu, vier weken. Maar 4 weken is ook wel kort, hè, eigenlijk. Is super kort. Voor je het weet, begin je ja. Voor je het weet, ben je weer in het Amsterdamse bos. We gaan op trainingskamp, ik weet niet precies waar meer. Lutte volgens mij, als ik het weet. Lutte, bij mij Lutte, ja. Bij ons. Ja. Ja, dat is ook ren, hoor. Ja, ik weet het. Maar weet je wat ik altijd deed vroeger? Ik liep altijd achteraan met de fysio. Je kon die... Ik weet het. Allemaal van die... Jan van Hals, Galasek en zo. Die, ja. En Berg, Domo, Gifu. Die liepen allemaal voorop als een gek, hè? Ja. En dan kreeg je groepje daarna, Snijder. Van de Vaart en zo. Maar koos je het er zelf voor? Huh? Ja. En dan liep ik achteraan. En Koeman was trainer, die wist al van, oh, die van de meiding, die houdt niet van rennen toch? Ja, ik hou niet van duurloop. Ik moet iets met een bal doen. Ja, dan heb ik die focus op die bal, dan ga ik wel rennen. Maar ik ga niet zomaar blind lopen rennen in een bos. Ga ik je ziet niks voor. Nee, een beetje bomen fitness, kijken. gek lopen. Ik zeg, ik zie je straks wel, hè? Doei! Liep ik aan het fiets, hoor. Een beetje praten over het leven en zo. Een beetje afleiden, iets rustiger rennen. Ja, en dan moesten we smiddags weer trainen, maar die gasten waren dan al moe. Want die hebben alles gegeven en dan ging ik op het veld. Klootzakken. Wow. En zullen we hier eraf gaan? Ja. En dan weer terug? Ja. Want jij moet zo weer naar bed, hè? Nee, joh. Nee. Zo jong ben ik ook. Wat ga je zo doen dan? Goeie vraag, man. Nederland is ook raar het weer, vind ik. Het is dan regen, dan zon. Oh, man. Ben je een beetje van muziek? Ja, man. Wat luister je? Ik hou ook wel van house, man. House ook, ja? Ja, man. Vind ik echt lekker, man. Een beetje pompen, ik ook, hoor. Niet te, maar ik hou wel van rustig house. Niet die hardcore shit, nee, man. Nee. Gewoon een beetje mellow leuke house. Leuke vibe, ja. Festival. En rap? Ja, ook wel, man. Nederlandse rap? Ja. Deze is goed, deze is goed. Dit is mijn mattie. Luister je naar dit? Ja. En Robby? Ja. Ik zou jou niet zo snel dit zien laten. Nee? Nee, man. Waarom? Ik weet niet. Omdat ik een kaas kan met. Hey, andere hazes. Nee, maar ik weet niet, man. Het is wel grappig. Ja, ik vind dat wel vet. Ja. Ook omdat ik wel... Ja, hij is ook bij mijn auto gekomen. En hij is niet... Hij doet nooit interviews ook. Mm. En als hij dan bij mij in de buurt is, soms gaan ze een week in zo'n huisje, gaan ze alleen maar rappen. Dat is wel zo vet, joh. Ik ging daar een paar weken geleden ging hij in. Belt hij me op, zegt hij, Eddie, kom. Was hij met Ice? We zitten in zo'n huisje hier. Of Ice belde mij en zegt, kom. Ik had me zo meegenomen. En dan zie je hoe hun muziek maken, hè. We hebben gewoon 2 speakertjes, een laptop en een microfoon. En dat doen ze nu. En dat is het. En dan gaan ze een week of 2 weken gaan ze daar zitten, gaan ze schrijven, schrijverskamp. En dan gaan ze gelijk, kunnen ze dat luisteren dan. Ah, is echt dik, man. Dat is dik, hè. Gewoon lekker relaxed doen, hoeven niet te werken, gewoon de muziek maken, bam, te kopen. Jij bent best wel lang, hè? Ja, man. Jij bent 1,80? Ja. Je bent net als ik. Goeie, misschien nog iets langer. Misschien moet ik nog iets langer voor de verdediger worden. Mm. Maar qua lengte ben ik wel. Dat is wel een goede, hoor. 1,80 is wel een goede lengte. Want je bent snel, je kan een goede sliding. Ja. Ik heb even wat opgezocht. De meest succesvolle sliding is gemaakt van de hele selectie van Ajax. Wist je dat? Nee. Wist je dat niet? Nou, dat is echt zo. Ja? Ik heb het opgezocht. Even kijken naar de statistieken. De meest. Iets van 68% van de sliding, van de 100% had je 68% had je de bal afgepakt of zo. Dat is goed, hè? Knap, ja. En nog scoren. Ja, man. En nog lopen als een gek. Ja, maar die rechtsback is wel super zwaar, man. Ja, hè? Dat is meters maken. Dat. Ja, maar ja, toch. Maar je hebt meestal... Kijk, Ajax heeft altijd de bal. Ja. Dus je hoeft niet heel vaak achter die bal aan te lopen. Nee, klopt. Dus je kan wel lekker die bal laten gaan. Oh. Dat is lekker. Ja. Hoe is het met Mazraoui?
Goed man. Heb je contact mee, joh? Ja, ik heb contact mee. Ik zei van de week, ik zeg helemaal broer, wat heb je nou achter op je kop? Ik zag een kale plek, man. Bij hem? Ja. Wat had hij dan? Niks. Ik maak hem wel de gek. Oh, hey, je kale plek in je kop, man. Yeah. God, dan maar dan, homo. Oh, wat mooi, wat mooi. Jongen, jongen. Ja. Maar hij is jouw concurrent, toch? Ja. Dat is toch geweldig. Ja, hij is ook wel goed, hoor. Ja, ik denk dat, ja, is goed. Ik denk dat jullie echt... Maar dat jullie het niveau hoog houden, omdat jullie allebei goed zijn, ja, weet je. Ja, ja. Je moet elke dag presteren, want als jij het niet doet, dan pakt hij jouw plaats weer. Ja. En andersom ook. Dus misschien, ik ben natuurlijk jong, maar misschien maak ik hem in bepaalde dingen beter en hij natuurlijk mij ook. Ja. Ze worden wel ook die focus en zo, en ja. Die concentratie, maar niet een keer een wedstrijdje. Oh. Bij Ajax heb je eigenlijk nooit echt rust, want je krijgt altijd wel een concurrent. Ja. En altijd nieuwe talenten hebben ze ook altijd zo lopen. Dat is wel een mooie club, man. Ja, niet normaal. Je hebt PSV ook je stage gelopen, ja, toch? Man. Hoe ging dat dan? Was je niet goed genoeg? Blijkbaar niet, man. Wie zei dat? Wie zei tegen jou, ik kan niet in? Er was daar een trainer, een hele jonge trainer. Oh, yes. Dan ga je al. Ja, een hele jonge trainer en... Van Hommel of zo. Die heeft de oogkleppen op, want die kijkt niet. Ik weet niet wie naar me keek, maar die vond het niet genoeg wat ik liet zien. Oké. Okay. En gelukkig een week later of zo kreeg ik wel een brief van Ajax. Meen je niet? Dus nadat je werd gestuurd, hoe oud was je toen bij PSV? 13. Ook tegen die periode gewoon? Ja. Dus PSV heeft jou weggedaan? En toen, of tenminste, niet weggedaan, maar die wilde jou niet hebben. En toen kwam Ajax? Ja. En toen mocht ik daar wel twee... Ik had 5 trainingen. Ja? Bij de tweede training zei ze al van, we willen je hebben. Ja, dus dat is wel heel apart eigenlijk. Ja, dus, daar heeft hij echt niet goed gekeken daar bij PSV. Misschien moest het gewoon zo lopen eigenlijk. Dus, ja, dat kan ook, maar... Dus het kan ook aan jou hebben gelegen dat je op dat moment niet echt goed speelde of zo bij PSV. En dat je daarna bij Ajax wel, dat kan, maar je moet toch wel kunnen zien dat je talent hebt. Dan, ja, precies. Dan helemaal die zogenaamde specialisten. Ja. Jongen, jongen, wat er gek van. Zo. Boeie, vind je die BMW nog steeds niet mooi? Ja, hij is leuk. Waarom is het... Welke auto zou jij willen kopen nog een tijdje? Waar ik heel eerlijk gezegd heel verliefd op ben, of wat ik heel nice vind, RS7, man. Mooie auto. Ja. Maar RS6 is ook dik, hoor. Ja, maar is iets te lang, man. Ja, RS7 ben ik wel... Lekker, maar... Kijk, als je zo'n RS6 hebt, kan je gewoon alles erin pleuren, hè? Klopt. Dat is niet normaal. Ja, dat is niet normaal, nee. Is gewoon... mooi daarna, hè? Moet ik hier rechts? Ja. Lelystad is dat, hè? Lelystad, hè? Oh, ik dacht Lelystad. Lelystad. Oh. Ja, is niet... Gek! Lelystad zegt... Ik dacht Lelystad. Nee, Lely. Ja. Kijk je een beetje series? Nee, man. Bono? Nee, man. Was je vroeger verlegen? Ben je nog steeds verlegen persoon? Nee, maar ik ben... Misschien denken mensen dat ik verlegen ben, omdat ik heel rustig ben, maar ik ben niet verlegen, maar ik ben echt cool rustig. Ja. Dus misschien komt het over alsof ik verlegen ben, maar... Ja, omdat je rustig bent, altijd netjes bent en lacht en zo. Ja. Okay. Hey, je broertje, je hebt 2 broers, hè? Ja, klopt. 1 oudere? Nee. Nee, 2 jongen, broertjes. 15 en van 5 jaar. Ah, mooi man. Die zullen we ook wel trots op je zijn, hè? Ja, ze zijn niet normaal trots. Goh. Mijn broer speelt bij Ajax in de eerste. Ja. Hij is miljonair. En jij? Ja, waar gaat dat, hè? Ja. Leuk, man. Ja, is echt leuk, man. Nice. Wat heb je gedaan voor je eerste geld? Wat ik heb gedaan? Ja. Met je eerste geld die je kreeg. Maar ging je niet kijken op je bankrekening van die eerste geld? Het is natuurlijk wel anders, want je bent het niet gewend natuurlijk. Ja. Yeah. Maar het was meer juist belangrijk om juist te sparen van je eerste contract. Meerdere had je koelkastcontract? Wat zei je? Koelkastcontract. Wat is dat ook weer? Ja, dat is dat je echt... Dat je mag het nog niet eraf halen omdat je geen 18 bent of zo. Dan krijg je wel al een contract en geld elke maand. Maar je mag het er niet afhalen. Want je mag pas, als je 18 bent, mag je het pas... Oh nee, maar dat had ik niet, man. Oh. Maar het was gewoon belangrijk om meer van mijn geld juist in mijn CFK te doen. Ja. Dus het was gewoon meer sparen dan uitgeven.
Ja. En natuurlijk een paar leuke dingetjes kopen natuurlijk. Huh? Nee, dit is niet duur. Nee, heb ik niet, maar ik dacht niet ik dacht geen horloge. Nee? Ja, goed man. Maar als je toch in gaat investeren en je wil een keer goed investeren, en je gaat nu in die Rolex en zo, die worden altijd meer waard. Ja, dus, ja. Maar dus, misschien, ja, ik weet niet wat jouw dingen zijn, maar wat je misschien... ja, ik wil sowieso nog wel een horloge, maar dat komt nog wel. Ja, maar dat is niet belangrijk. Maar gewoon dat je maar investeert in huizen en zo, appartementen, stenen is altijd goed. Ook mee bezig. Ja. Dus, en opletten met de mensen die je niet gaan naaien. Heb je niet een keer allemaal vriendjes die nu ineens iets van je willen? Ja, vast wel, man. Yeah, vast wel. Maar ik ben er wel scherp in, man. Mijn vader helpt me ook er goed mee. Dus ja. Ik ben er wel scherp in, man. Woont je vader in... Almere. Oh, Almere hier? Ja, vlakbij. Ja, waar kom je vandaan eigenlijk? Ik ben gewoon Surinaams Nederland. Oh, Surinaams Nederland. Ja. Oké. Okay. En jouw moeder is ook Surinaams? Ja, ja. Maar je vader is geen Surinaams, toch? Ja, ook Surinaams Nederlands. Echt? Ja, ja. Oh. Mijn moeder is echt half bloedjes, half Surinaams, half Nederlands. Oké. Okay. En mijn vader is merendeel Surinaams. Ja. Zo. Wat leuk, man. Mooi. Ja, man. Ja, dat is mooi zo. Het is jammer dat je vader moet gescheiden. Zijn gescheiden, toch? Ja, zijn gescheiden. Ja. Al heel lang. Sinds toen ik 3 was, waren ze gescheiden. Oh, oké. Okay. Ja, het is leven komt zoals het komt, jongen. Ja, precies. Ik ben wel moeilijk over doen, maar het is gewoon touw en geen gezeur, lekker genieten van elkaar. Ja. Mooi, man. Mooie toekomst heb je. Echt heel mooi. Lekker blijven, fit blijven. Ja. Geen gekke dingen doen. Niet zoals ik. Anders moet je rondje gaan rijden. Nee, maar dit is leuk, toch? Ja, het is gewoon nice, man. Ik vind het leuk, gewoon. Ja, man. Oude hoeren, man. Rij ik nou nog goed? Wie? Rij ik goed? Ja, man. Naar jouw huis? Ja. Oh, Carlo. Kan je een beetje zien in Nederlands? Ik heb je bal. Alleen schaald worden. Ja, Jammie Mas. Ik had ze vroeger Surinaamse vriendin, in Amsterdam Oost. Zo, lekker wijf, man. Maar deze buurvrouw van jou, heeft ze een man? Ja, man. Oh, man. Nou, dan zeg ik niks. Laat me gaan, man. Zoals jouw buurman geworden, man. Hey, ik zag een shirt van jou, Nederlands elftal net hangen binnen, hè? Ja, klopt, man. Moet ik rechts, ja. Ja, rechts. Ja, bewaar jij al die shirts ook? Ja, man. Meestal geef ik wel gewoon uit. Ja? Maar echt die belangrijke, die ik zelf heb gedragen, zo, die bewaar ik wel. Ja. En die hang je op? Laat je inlijsten en zo? Ja. Die geef je moeder of zo? Ja, of aan mijn vader, of aan goede mensen om me heen. Ja. En bewaart jouw moeder ook alles? Ja, man. Ja, al die krantenknipsen ook en zo. Mijn moeder ook, hoor. Die deed dat ook altijd. Dat is toch mooi, man. Voor later dat is sowieso ook mooi. Maar af en toe denk ik van, gooi gewoon weg. Ja. Yeah. Man, wat moet je ermee, man? Ja, laat me lekker. Je moeder is trots op je. Ja, dat had ik vroeger ook zo. Van, zeg ik, man, wat doe je dan met al die dingen, man? Ja, en dan kwam bezoeken en zei, kijk eens. Hij stond weer in de krant, hè? Hij stond weer in de krant. Ja, dat scheurt in hetzelfde. Ja. Ah, is toch geweldig, man. Oh, daar is hij weer. Kijk, dit is geen toeval, hè? Nee, man. Ik zeg niks, dus de vriend is erbij. Ja. Schiet die me dood, zeg. Ah, kijk die schatjes. Oh, zijn we weer? Ja, man. Hi, mam. Dit is oom. Dit is mijn broertje. Is dat je broertje, die kleine, ja? Ik ben tegen die auto gek. Ik let helemaal niet op. Bijna. Ik zat naar dat lekkere huis te kijken dan. Nou, was gezellig, man. Ja, man, was echt leuk, man. Dankjewel, man. Top. Dankjewel, man. Geef me een goede Anu. Dankjewel, man. Jij bedankt, man. Ja, pas op met... wacht, ik ga iets naar voren. Anders sla je een deuk in die auto. Ja? Ja, doe maar. Goed, man. Rustig aan, vriend. Dankjewel, man. Ciao. Was gezellig. Later! Yes, jongens. Dat was Rens. Hij heeft een lieve jongen. En jullie vinden hem nu nog liever, want hij heeft wat voor ons meegenomen. Een paar kiksen met zijn handtekening. En natuurlijk shirt. En als je die wil winnen, weet je wat je moet doen. Vooral comments doen, liken en abonneren.
is wel heel belangrijk, want als je dat niet doet, dan kan ik ook niet door met het programma maken. Want het kost heel veel geld. Snap je dat? Dus even abonneren en even comment. En als het kan, even mij volgen op Instagram en die van de Meiden 7. Dan maak jij kans op dit shirt. Bedankt voor het kijken en later.